Gisteren was er een stemming bij de Verenigde Naties om Israël te verplichten om zich meer in te zetten om een humanitaire ramp in de Gazastrook te voorkomen. Nederland heeft zich bij die stemming onthouden en demissionair premier Rutte die legde bij de NOS uit waarom. Wij hebben ons onthouden omdat er heel veel goede dingen in die resolutie zaten, maar die vroeg ook eigenlijk om een staakt het vuren, meer of minder. En dat betekent dat Israël niet het recht heeft zich te verdedigen. En ik zeg er wel bij, als Israël deze dreiging niet wegneemt, is dat het einde van Israël. Dus Israël moet die dreiging wegnemen. Ralf Deggers in Tel Aviv, is dit een overweging die in Israël zelfs maar... Heeft iemand het erover? Nee, niemand heeft het over hierop. Niet over Nederland specifiek, maar over die motie. Over de resolutie, moet ik zeggen. Nee. Het is natuurlijk wel opvallend dat die motie, ik geloof, door 12 landen, maar Amerika en een paar van die staatjes in de Stille Oceaan, dat die achter Israël stonden volledig. Nee, maar hier wordt er niet naar gekeken, naar humanitaire pauzes. Eventueel inderdaad humanitaire goederen, meer goederen binnenlaten via de Zuidgrens. Maar een humanitaire pauze zie ik het de komende dagen in ieder geval niet van komen. Nee, want Israël is natuurlijk niet de verplichting om te luisteren naar zo'n resolutie, Bernard. Nee, hij heeft geen internationaal bindende kracht. Dat zou wel zo zijn als de Veiligheidsraad een resolutie aannam. Maar dat is eigenlijk al heel lang voor dit conflict. Eigenlijk tijdens het conflict in Libië is daar dat tot stilstand. Daarna is er eigenlijk nooit meer een resolutie gekomen van echte betekenis waar of niet of Rusland of Amerika een veto tegen uitsprak. Ja, en in dit geval is het simpel, want Rusland en de VS zitten samen in die Veiligheidsraad. Rusland vindt inderdaad, ze vindt dat Israël veroordeeld moet worden, maar Amerika nog even niet. Nee, en dus dat gaat niet gebeuren. Dus doen ze het in de algemene vergadering en dat heeft alleen maar symbolische betekenissen. Dat leidt wel tot enorme politieke discussies en heel veel mensen dan weer boos op dat Nederland. Nou, hier in Nederland ook. D66 en GroenLinks PvdA, Partij voor de Dieren, Volt, SP, die zeggen allemaal het Nederlandse stemgedrag is onbegrijpelijk, beschamend, schandalig of schaamteloos, afhankelijk van wie van die partijen het vraagt. En die hebben dan ook een spoeddebat aangevraagd, wat trouwens bijzonder is, want we zitten nu in een reces, een verkiezingsreces, dus er wordt helemaal niet vergaderd. Waar dan dus zou de regering zich moeten verdedigen, moeten verantwoorden over de keuze om niet te stemmen. Alleen van de VVD weten we dat die voor het stemonthouding is. Ja, kan je er iets bij voorstellen dat hierover gediscussieerd moet worden? Ik zou best kunnen, want als er een spoeddebat aangevraagd moet worden, is het in Nederland doorgaans usance dat ook gebeurt. Ja, maar dus misschien moet je het verkiezingsreces daarvoor onderbreken, daar komt het op neer. Het kan wel meegenomen worden in een verkiezingsdebat. Kan ook meegenomen in een verkiezingscampagne, maar uiteindelijk moet toch even realistisch zijn, als dit ooit in stemming zal worden gebracht, denk ik dat de visie van Rutte het haalt. Ik denk dat hij. Ik weet het niet, maar ik denk het wel. Dus de protesten van die partijen. Die partijen zijn te klein om het tegen te houden, denk ik. En Ralf, er wordt in heel de wereld ook enorm gedemonstreerd. Op allerlei plekken. In Bergen op Zoom in Nederland. Maar ook Seoul en Tokio en. New York. Grand Central Station. Ja, en wat zei jij, Bernard? Ja, dat was de Joodse achterban uit New York. Een Joodse demonstratie die demonstreerde voor een wapenstilstand. Voor de Palestijnen dus. En ook om rekening te houden met het lot van de Palestijnen. Dat was hun eis. Ja, dat was opmerkelijk, vooral ook. En dat is in een kapitalistisch land heel vervelend. Het treinverkeer lag stil. Ja. Ja. Nou ja, de trein is niet het belangrijkste vervoermiddel in de VS, toch? Ralf, als er een uitspraak van de Verenigde Naties komt, zeker de algemene vergadering, dan maakt dat niet zoveel indruk in Israël. Maar een afkeer in heel veel landen, maakt dat wel indruk? Dat maakt wel zeer veel indruk. Dat is ook de eerste vraag die mij gesteld wordt als ik iemand hier op straat tegenkomt. Wat vinden ze er Nederland aan? Waarom lopen ze met Palestijnse vlaggen door Amsterdam? Hoe kan het toch? Wij zijn slachtoffer. Je ziet gewoon dat mensen, de Israëli's, die hebben het idee dat ze nu nergens meer veilig zijn. Ze voelden zich altijd veilig hier in Israël. Dat is verstoord 3 weken geleden door Hamas. En nu hebben ze ook het gevoel dat ze niet naar Parijs, niet naar Londen, niet naar al die andere steden kunnen. Omdat daar het antisemitisme, zo zien zij het, de kop weer volledig opsteekt. Dus ze hebben zelf het idee van we zullen het echt hier met ons, we zijn hier met 7 miljoen en hier zullen we het mee moeten doen. Want de rest van de wereld steunt ons niet. De regeringen wel, maar de mensen op straat, daar zit het gevoel in. Snappen ze dan in Israël dat er ook mensen buiten Israël zijn die zeggen, ja, je kan je wel verdedigen, maar het plat bombarderen van hele woonwijken is niet verdedigen?
Dat ziet een klein deel, of dat ziet een deel wel in. Maar zij menen het recht te hebben om die bombardementen uit te voeren voor wat in het is aangedaan op 7 oktober. 1400 mensen afgeslacht. En het is misschien ook een beetje de fout van Israël zelf geweest om meteen volledig de aanval in Gaza in te zetten. Omdat ze, nou ja, wat Bernard eerder ook al zei, misschien daar wel in de val van Hamas lopen. Omdat zo nu de wereldwijde opinie zich tegen hen keert. Maar de bevolking hier in Israël, die ziet het echt met ledenoog aan wat er in de Europese hoofdsteden met name gebeurt. Eén aspect is hier, ik kan het in één zin eraan toevoegen, maar de ramp vind ik hiervan dat kritiek op Israël of op Israëlisch gedrag onmiddellijk, en je hebt het hier in Nederland al vele malen gezien, omslaat in doodgewoon ouderwets keihard antisemitisme. De Joden hebben dit gedaan, niet de Israëliërs. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.